Die bureaus staan er, de werkplekken zijn klaar en er wordt ook al flink gewerkt in Yes Delft De Heek. Een plek voor start-ups, beginnende bedrijfjes dus. Jordi de Vos, wat vinden jullie hier wat je elders niet vindt? We hebben hier een ecosysteem gevonden en daar zaten we eigenlijk al in. We komen natuurlijk uit Yes Delft, uit het Delftse filiaal. Nu zitten we hier met alle andere AI en blockchain start-ups en bouwen we echt een ecosysteem met een richting. Een ecosysteem met een richting. En daarmee bedoelt hij dat er allemaal gelijkgezinden bij elkaar zitten. En nu is het officieel geopend. En inderdaad, daar is ook Prins Constantijn bij. Hij is start-up ambassadeur en moet Nederland op de kaart zetten als goede vestigingsplaats voor die innovatieve bedrijfjes. En het mooie van vandaag is dat je Yes Delft een samenwerking aangaat met Den Haag. Misschien kijkt naar Rotterdam en veel meer het als een regionaal initiatief gaat bekijken. En ik denk dat is een eerste stap en dan moet je dit soort dingen moet je ook nationaal bekijken. En moet ook kijken of je internationaal relevant kan zijn. Want daar schort het nog wel eens aan. Prins Constantijn weet nog niet of hij doorgaat met zijn ambassadeurschap, omdat hij vindt dat Nederland de ambitie mist en de urgentie niet ziet. En daardoor missen we de trein als we niet oppassen. Constantijn moet het uiteraard zelf beargumenteren wat hij er precies mee bedoelde. Maar mijn interpretatie is in ieder geval dat we moeten kiezen als Nederland waar we sterk in willen zijn. En als we gekozen hebben daar ook volop investeren. En nou, laat ik zeggen, de komst van ons hier, hoe bescheiden ook in het grote geheel, is daar wat mij betreft een heel concreet voorbeeld van. En hier hebben ze gekozen. Kunstmatige intelligentie en blockchain. Dat zijn speciale systemen om bijvoorbeeld informatie vast te leggen. De gemeente Den Haag doet al zaken met een bedrijfje hier. Er zit ook hier in het gebouw van Yes Delft een start-up die een app heeft ontwikkeld, applicatie heeft ontwikkeld met de technologie daarbij. Die wordt gebruikt onder andere door politie op straat om dingen die zij zien via een bepaald systeem heel snel centraal te kunnen melden. Inmiddels zit Yes Delft De Heek al bijna vol en wordt er nagedacht over uitbreiding. En op termijn wordt de blik dan waarschijnlijk ook nog verder naar buiten gericht. Iedereen die in deze techwereld zit, moet die stappen zetten en moet dus over die regionale of lokale schaduw heen stappen en verbinden en gewoon dingen gaan doen die waarde toevoegen. En dit is niet alleen een leuke stap, het is een hele essentiële stap. En ik hoop dat het één stap is in nog vele die gaan komen.